Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. De satellietfoto laat al zien: er zijn weinig wolken in Nederland, alleen in het zuiden en uiterste noorden zijn er wat wolkenvelden, en daar zien we dan ook de zon het minste vaak schijnen. Maar de rest van het land, een flinke periode met zon, en in de loop van de ochtend ook een paar stapelwolken. Temperaturen vroeg in de ochtend een graad of 7, maar ze lopen lekker op. En vanmiddag wordt het dan 10 graden op de Waddeneilanden, daar is het wat frisjes. Maar in het binnenland 14 graden, als het echt lekker mee zit kan het zelfs 15 tot 17 graden worden. Het blijft overal droog en ook vanavond is het grotendeels droog. Pas aan het einde van de avond kan er in het zuiden misschien een spatje regen of motregen vallen. Maar die regen die geeft wel een weersverandering aan. Morgen kijken we tegen wolkenvelden aan, breekt de zon amper door en zijn er perioden met regen. De meeste neerslag valt in de middag. Temperaturen gaan wel iets omhoog in het noorden van het land, rond 14 graden. En in het zuiden wordt het weer 16 à 17 graden. Maandag valt er een enkele bui, waarschijnlijk ook de zon geregeld. Dinsdag neemt de buigheid flink toe, kan het ook onweren. Maar zoals u ziet, temperaturen gaan ook omhoog. Lopen op tot rond de 20 graden misschien. Woensdag gaat het kwik weer iets naar beneden en opnieuw valt er een enkel buitje. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza. Ik wens u een goed weekend.